Hier hebben we de nieuwe Nikon B700. Het is een camera met een 60x optische zoom met een hele goede optische stabilisatie. Hij kan op meerdere manieren kan deze camera stabiliseren. Verder is deze camera zien van een 20 megapixel sensor, een wifi, bluetooth en NFC. De bluetooth functie van deze camera werkt met de nieuwe SnapBridge. Eén keer koppelen met de camera en je hebt direct verbinding en je hoeft hem nooit meer opnieuw verbinding te maken. Op het moment dat de camera aangaat, wordt hij automatisch herkend. De SnapBridge zorgt wel ervoor dat de camera meer stroom verbruikt, maar de camera heeft een vliegtuigmodus waarin je de stroomverbruik van de SnapBridge kan uitschakelen. De camera heeft een groene stand. In die groene stand werkt alles volledig automatisch. Het enige wat ik bij deze camera wel moet doen, is eenmalig de flitser zelf omhoog zetten om de camera automatisch te laten flitsen. Ik kan hem natuurlijk ook naar beneden laten, want in sommige gevallen mag ik niet flitsen. Verder heeft hij de instelmogelijkheden op een draaiwieltje zitten, waarmee ik alles kan instellen, sluitertijd, diafragma of volledig automatisch. Aan de achterkant van de camera zit een schermpje. Het schermpje kan volledig draaien, 360 graden. Erg makkelijk om van hoge positie of juist een lage positie uit foto's te kunnen maken. Daarnaast bezit deze camera ook nog een zoeker, dat ik als het te mooi weer is op het scherm niet goed kan zien, toch nog de zoeker kan blijven gebruiken. Mag ik nu terug? De 60 keer zoom, zoals je ziet, kan ik daar enorm mee dichterbij halen. De camera werkt op een accu. En daarom hebben we de B500, dat is deze camera, niet gevoerd omdat deze op penlightbatterijtjes functioneert. Ook de kwaliteit van deze camera is een stukje minder als van de B700. Verder kan ik hier ook heel goed mee filmen. Hij heeft namelijk de mogelijkheid om een 4K filmkwaliteit te kunnen filmen. Mocht je nou meer willen weten over deze apparatuur, kom dan naar fotodevakman.nl of kijk in een van onze winkels. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Abonneer dan via ons YouTube-kanaal.